Dus ademhaling, we hebben het de hele tijd erover. Ademhalingsconditie, ja, van die mooie termen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat betekent dat, of wat kan het betekenen voor jou? Ik zou bijna willen zeggen, het is te veel om op te noemen. Hoogstwaarschijnlijk vergeet ik ook zat. Maar lichamelijk gezien, de simpele dingen als bijvoorbeeld minder zweten of warmer, wat ik dus straks al aankaarten, warmere handen en voeten. Maar ook, vooral denk ik, simpel gezegd meer rek hebben in je systeem. Dus op het moment dat je een periode hebt van stress, dat je hartslag ook een stuk meer naar beneden gaat. Maar wat denk je van herstel? Herstel van sporten of herstel van een stressvol moment of dag of periode? Opname van voedingsstoffen. Er zijn mensen die nemen hele bakken met supplementen, maar op het moment dat je lichaam continu in een staat van stress is, wat denk je dat dat doet met die supplementen? Ik zeg wel eens, dan krijg je best wel een dure ontlasting. En dat wil me niet zeggen dat het dus onzin is om te nemen, maar ik probeer even wat anders aan te kaarten. Wat denk je van mentale rust en balans? Mentale rust en balans. Op het moment dat we in de gekte van de dag zitten, je ziet zoveel mensen. Elke dag zie ik mensen lopen met de telefoon, mond open, zo door het leven gaan. Go, go, go. Gekte van de dag. Alles maar gaan, gaan, gaan. Prima. Soms moet ik dat ook doen. Ook ik heb de gekte van de dag ervaring vaak zat. Alleen het is wel een enorm verschil om dat mee te maken vanuit hier. En dat je soms moet versnellen of dat je soms moet gaan. Tuurlijk. Maar op het moment dat je daarna weer terug kan komen in de balans en in de rust, moet je kijken wat het verschil daarin is. Dus de voordelen van ademhaling gaan niet alleen maar over dat je wat minder snel buiten adem bent. Nee, de opname van voedingsstoffen, wat ik al zei, zenuwstelsel, dus allergieën gaan verminderen enzovoort. Dus de meest essentiële processen in het lichaam zitten direct verbonden met ademhaling. Dus ook de mentale aspecten. Het is allemaal één. Het zijn geen losse onderdelen. Dus heb je een beetje een idee? Ik ga weer door en ik hoop je te zien. Fijne dag. Doeg!